Welkom bij Avalon, mijn naam is Jay Johnson. Ik ben een van de CEO's van Avalon. Kom maar lekker binnen, kom even een kijkje nemen. Avalon bestaat nu ongeveer 5 jaar. En hoe het eigenlijk is ontstaan is met mijn broer Redouan. Wij waren met z'n tweeën eigenlijk gestart aan een avontuur als independent label. En ja, we zijn aan de keukentafel begonnen elke dag. Met 2 laptops. En nu hebben we gewoon een heel kantoor met 3 studio's, vergaderruimte. Ja, en ga zo maar door eigenlijk. Hier kom je bij de office. Hier wordt gebrainstormd. Je ziet het, het orakel. Hier gebeurt het. De vistank. Hier wordt er lekker eten gemaakt, de lunch, basically de lunch. Ik ga jullie nog naar ergens meenemen, kom maar mee. De grote studio noemen we dit. Dit is de eerste studio die we hebben gebouwd hier. Ja, hier kan je met iets meer mensen rollen dan de andere studio's die je zo meteen gaat zien. Here's where the magic happens, een van de plekken. We gaan gelijk door naar de volgende. Je bent beland in studio nummer 2. Nog een plek waar de magic happens. Is iets kleiner, iets compacter. Andere vibe ook, andere indeling. Dus hier is het iets breder, daar is het iets langer. Gewoon puur om de beleving van de ruimte weer anders te hebben. Ah, hier zitten we dan. Als wij een demo krijgen, dan is hetgeen wat wij hopen eigenlijk dat iemand ons verrast. Dat je hoort dat iemand een identiteit heeft. Dat je zeg maar wel een soort van houvast hebt. Maar toch nog dat het zo vernieuwend klinkt dat je denkt van... Wow, oké, dit is heel tof, maar ik snap het ergens niet of zo. Wow, dit is... Wow, dit is, ik weet dat het tof is, maar ik moet nog even gaan snappen waarom ik het eigenlijk tof vind. En kijk, dat effect is wat je wil hebben. Ja, de grootste succesverhalen van Avalon vind ik persoonlijk toch wel dat we met artiesten die eigenlijk bij ons begonnen zijn, dat die echt doorontwikkeld zijn naar echt, ja, topartiesten die je toch wel, weet je, die bij de A-klasse onder andere ook horen. En die zijn toch jongens die je niet weg kan denken meer uit de muziekindustrie. Dit is de vergaderruimte. Hier hebben we meetings, hier vergaderen we met elkaar. Of als je even wilt afzonderen van kantoor en eventjes onderling als onderdeel van het team even wat dingen wil bespreken, kan dat hier. Of als we mensen uitnodigen voor een meeting of voor signings of wat dan ook, zit je hier. De meeting room. Ik vind het moeilijk om in te schatten of het in deze tijd veel makkelijker is om bij een label te komen of veel moeilijker. Wat wel makkelijker is geworden is om opgemerkt te worden. En dan zou je dan automatisch denken, oh, maar dan is het toch makkelijker. Maar dat is niet per se zo. Weet je waarom? Omdat het aanbod veel groter is. Er zijn veel meer mensen die zijn gaan rappen. Ik denk dat Furp een brug kan zijn om... met alle respect te zeggen, het kaf een beetje van het koren te onderscheiden. Want dat vinden labels natuurlijk moeilijk. Wat wij heel vaak doen, als wij iemand bijvoorbeeld via Furp of via een andere weg ontmoeten, dan willen wij eerst, ik noem het altijd, eerst even daten voordat we in een relatie instappen. Dat is het meest natuurlijke. Dan kan diegene ook met ons kennis maken, wij ook met diegene. En dan kan je zien van, gaat dit werken? Voelen we elkaar? Zitten we ongeveer op 1 lijn? Snappen we elkaar? En dat is gewoon eigenlijk op elkaar aankijken in de ogen, elkaar de handen schudden en kijken van we gaan dit traject even aan. En met de tijd kan er iets groeien en kan het ontwikkelen naar iets. En dan gaan we over op werkelijk een deal in elkaar zetten. Die dan ook past bij de relatie en de artiest. Mijn naam is Jay Johnson, een van de CEO's van het label Avalon Music. Lood je track op via Furp en misschien werken wij ooit wel samen in de toekomst.